BNP Paribas Fortis stelt voor. Jij hebt pispot niet bij? Ook een goeie morgen. Pak er op een boterham, want je hebt niet veel tijd. Ik heb mij een honger, stel op de bus wel iets even. Hoe laat word je thuis van de nacht? Ik? Ja, jij, ja. 12 uur. 12 uur? Ik was nog wakker om 12 uur. Ik heb dat niet gehoord, hè. Ik heb mijn horloge niet al, maar veel later zal het zeker niet geweest zijn. Tut. Toen haar vader zo oud was als jij, moest hem binnen zijn voor 12 uur. Vraag het hem maar. Jij moet er niet moeilijk gaan, ik heb hem tegen uur. Ja, laat ze maar doen, maar kutterokskes. Ze zal er wijd mee komen, zeg maar zeker. Die kutterokskes, dat is de mode, nee. Dat is van deze tijd. Weet je? Dat is mol, hè? Dat is mol. Laat ze maar doen, laat ze dan maar rondhangen. Je gaat wel zien. Papa, ik werk daar. Die kan het over uitgaan in mol. En al die douche cafékes daar. Wat een blieve, zeg, douche cafékes. In mol, dat hier niks aan tucht. Ik zeg het niet, Geren, maar daar heet me gelijk in. En pretentie? Oh, ze bekijken het er allemaal van stront wie het al gescheten. Oh, dat gezag je altijd. Je gaat moeten leren vugen, gij. En jij, hè? Jij zit altijd te smakken aan tafel, gij. Zo vies dat is, hé. Jij moet eens leren van jouw mond dicht te houden, als je het. Hela Frank een teut. Hoe is dat? Ik heb het onderwijs. Het is al goed, zeg. Kinder niet aan, hè, als ze morgens vlieg. Ja, schip van eruit. Dat is natuurlijk dus kort. Een van deze dagen, dan gaan we kapot en dan zit jij gerust. Dat die muur er dan maar uit. Zullen we een goede living maken? Of denk je dat ik het weet? Dat gaat allemaal op. Pa, ik moet nog buiten gaan pakken en bak ze met afval eens mee naar de gates. Toch ben je allemaal papers te zien, hè? Germijn, waar ga je het in door? Ja, moet jij niet meer gaan kakken? Nee, denk het niet. Waar is mijn klak, zeg? Je hebt op een ketel. Oh, moet jij nog naar de winkel vandaag? Moet ik je iets meebrengen? Heet die een brief niet op de schouw? Welk een brief? Daar op de schouw, of markeerde jij het aan de ogen? Aan de heer Richard Nixon, president van de Verenigde Staten. Nog een. Wat stond er nijver in de gezet dat er niet aan stond? Zorg jij maar dat je naar de post toe vandaag, hè? Zeg ik die wel in de bus gaan steken aan de Grand Bazaar? Nee, zit nog geen zegel op. Zeg, en doe fut alstublieft precies of je het al een tijd? Daar zit er al eens in als en je staat hier nog. Ja, een boterhammen. Wat dan mijn boterhammen? Hier in de zak. Jan, is hier mee? Ze komt. Jij weet ook hoe dat is, Erik. Je dochter is niks als miserium. Ze hebben zegen. Zeg jij. Doe de sjaal rond, straks krijg je nog een flores. Jij mij of flores altijd? Oh. Wat ik al moest vertellen. Ik heb deze nacht niet gedroomd, je het niet geloven. Ja, dat zou je wat zijn. Ik droomde dat ik achter mijn kassa zat in de GP. En was ik er ook bij? Nee, dat was eigenlijk heel raar. Alleen mijn kassa was open en dat was verschrikkelijk druk. Dat was echt zo intikken. En ineens leed er iemand een pakje tuttenfruit voor mijn neus, dat ik nog nooit gezien heb. Dat ik zo echt wit, hè.
van dat merk van Tuttefoot, dat verkoopt wel niet. Mm. Dus ik wil dat zeggen. En ik zie een moer. Witte jij nee, wie dat er voor mijn neus staat? Nee. De zanger van de Hollies. De Ellen Klaar. Ja, joh. Oh, en die pinkt er aan mij. Ik dacht dat ik iets kreeg. Ik werd helemaal rood. Zeg, ja, ik moet die Engels klappen, hè. Zeg, I'm sorry, sir, but we don't have that here. I don't know that article. En ineens begint iedereen te lachen. Heel die rij achter hem en hemzelf ook. Well, darling, zegt hij, then it is time that you learn it to know. Dus ik bezien dat pakje tot de vrucht nog eens goed. Weet je wat dat was? Nee. Dat pakje Engelse kapotte. Condoms? Ja. Is dat vandaag niet dat die mannen van de vakbond terug naar boven gegaan? Ja, ja. Ik ben curieus als ze daar deze keer gaan horen. Hetzelfde als vorige keer zeker. Staan onder een kloot dat stuk beneden liggen. Denk Frank Pereur. Ze zullen eens lachen in Brussel. Het is te hopen dat ze met iets naar beneden komen of zouden we kunnen gaan stinken. Zijn we zeker. Dat die jonge gasten zo bezig worden met een groot bekkes. Over staken en doen en de vakbonden en signala. En we sloegen die Chris gisteren allemaal uit zijn kloten. Zo gaan we niet komen, hè? Nee, dat is een fout. Die is bekomen onder. Dat was een Engelsman. Wie was? Heb je hem gezien? Nee. Maar had ze stuur aan de verkeerde kant. Misschien was dat plan wel, hè? De Beatle. Je bent eerst niet meer geïnteresseerd, zeker? Nee, ik vind dat een schoon meisje, dat is al. Bus! Germaine, je moet eens zien. Andréon van de Conserve. Ik ken hem nog. Wie? Luc. Luc Verheijen van Tottenham. Een Latijnse. Allee, Germaine, wordt er zo zot van als een achterdeur. Ik? Nee, ik. Pas op, hij komt nog hier. Pak jij en dan sluit ik mijn kast. Germaine? Nee, jong, ik wil niet dat hij mij ziet. Allee, Germaine, zeg je nou zot geworden? Pak jij, man, dat stukje pretentie. Ga je kop behangen in Leuven? Pardon? Zeg, Luc, jij kent geen arme mensen niet meer zeker? Hoe bedoelt het? Het is echt niet mijn bedoeling om op die... Alice? Hey, het is toch Alice, hè? Allee, dat je dat nog weet. Ja, jij zat in de economische. Ja, jij wordt altijd samen met jouw vriendin. Hoe heet ze nu weer al? Hoe zag ze het? Niet knap genoeg met haar naam, tot al precies. Germaine, vroeg ik. Germaine, ja. Zeg, hoe is het er nog mee? Goed. Die vrijt niet serieus, hè? Allee? Met een chique tips, hè? Een dokter. Allee, een specialist. Neus, keel en oren. Allee? Maar volgens mij gaat ze daar nog spijt van krijgen. Zo'n oude, droge hurk, zeg. Hij is bijna 30, dat is niks voor een chemin. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet, eerlijk gezegd. Dat zal dan 80 frank zijn. Ja. Zeg, volgend weekend is de reuniebal van Tadeneem. Gaat dat ook komen? Maar ik weet niet. Maar dat gaat geestig zijn. Zo allemaal nog eens samen zo. Hè? En brengt je mij ook mee. Hè? Dat de darmschapperijen ook nog eens amuseert. Samen best. Zeg je. Ciao, ciao, hè? Dank u. Waar is Germaine? Op de wc zeker? Nee, hè? Ik ben op de wc gaan zien en ze was er niet. Sorry, Lole. Maar ik was een 5-frankstuk aan het zoeken dat weggerold was. En herde, nee? Nee, hè? Het is weg, precies. Dat is niks, meisje. Dan houden we dat gewoon van een loon af gelijk gewoon. Ja? Luxke, je gaat onze gazetjes en die Griekenland-brochure toch wel verkopen op die reunie in Tattenheim. En voor wat eindig gevraagd aan dat meisje of dat je een affiche mocht ophangen tegen de Griekse kolonels? Ken jij dat meisje toch? Hier in Mol zeker. De Griekse kolonels? Ze gaan denken dat het een musical over homo's is. Ze mogen niet weten, zeker thuis. Wat? En Leuven de linkse rakker gaan uithangen en in het weekend in zijn kostuumke boterhamjes gaan eten bij mama. Dat is een beetje hypocriet, hè? Dat heeft met hypocrietie niks te maken, Leo. Dat zijn de principes van de guerrilla toegepast op mijn vader. Als de vijand aanvalt, terugtrekken. En zelf bepalen wanneer je de confrontaties aangaat. Dat is mouw, Leo. Dat is mouw.
Ursula Andres, hè. Dat is de vent, ik zweer het. Even een chip. Ursula Andres. Heb je die al eens goed bekeken? Dat is... Dat is een vent, dat is algemeen geweten. Chip, gaan we wedden? Voor hoeveel? Gaan wij niks zijn, hè. Let op mijn woorden. Hoe lang zitten die delegees nou aan boven? Dat is precies een welige bevalling. Het gemakkelijke Chris geeft die mannen wat taart. We wachten al zo lang. Ja, het is dat. Ze hebben er net toch lang genoeg over gezeverd, zeker? Wat verdomme, zeg, wat is het probleem, vaderlijk? Ja, maar heb jij die alles te goed bekeken? Bij andere vrouwen, hè, gaat dat zo. Smalle schouwers, hitjes, brie heupen. Om gemakkelijk kindjes te kunnen krijgen. Allemaal. Amai, onze jongste, hij zal goed op door, hè. Oh. En bij Ursula Andres, hè, gaat dat zo. Brie schouwers, smallende heupen. Dat is een vent, ik zweer het. Ik heb maar pretend geen piet zien hangen, hè, toen ze te zien kwam in dat wit zwembroekje. Jij moet leren luisteren, Chriske. Ik heb juist al tegen de Jan gezegd dat ze geopereerd is, daarvan. Kunnen jij dan nou weten dat ze daar geopereerd is? Je hebt er sneeuwmeugen gezien, misschien. Mooi. En? Niks? Oh. Na 9 jaar komen ze van Brussel de knoop duiden. Ik wist het, hè. Weet je wat dat gillen zit? Wie delegees van mijn kloten dat zit, gillen? Chriske, hè. Dat is niet waar, misschien. Goh, wat denk je dat we naar boven sturen? Voor koffie met cognac te drinken met die gasten? Dat is nou al de 3e keer dat gillen in de doekelen doen naar boven. De 3e keer! Dat is toch mogelijk, zeg. Is allemaal zo simpel, niet, Chriske? Ja, nee. Volgens mij is het heel simpel. In Loak, hè, hebben ze al munden geleden hun 2000 frank opslag gekregen. En wij mogen hier ferm op ons kin kloppen. Zo simpel is dat. Je vergeet je ding, Chris. Loak is balen. Loak is baal niet, was dat nou weer voor zeven onnozeler? Oh, je moet rekenen, in Amerika verdienen ze toch ook 2 keer zoveel als hier? Zit jij nou in een broek te krabben, Amerika? God, ze zijn nog wat verdedigen ook, die 2 labbekakken. Noem jij dat nog delegees? Weet je hoe dat ik dat noem? Bazenpoepers noem ik dat. Bazenpoepers! Kom, gijs, slotneus. Daar, hoort dat af. Te gierig om zijn eigen te laten syndikeren, maar wel mee profiteren als wij opslag krijgen. Zo'n zijn bazenpoepers, jij een dikke profiteur, jong. Ah ja? Ah ja. Mannekes, mannekes, stop er nou maar mee. Het is de moment niet. Wat is het, gaan we nog wat werken vandaag? Je denkt dus soms dat zink hier onder bomen groeit. Dat brood moet toch drogen? Of moet ik beschimmelbrood aan de beesten geven? Dat ik ze allemaal in de grond kan steken. Zijn hij stil, zeg. Heel de dagen ligt er in brood. Er wordt ingetrapt, die krummels rijden overal rond. Het is precies een stal. Het zou beter zijn dat ze nou weer weg is, hè. Gaan we weer aan beginnen, ja? Ah ja, dan kan die muur eruit, hè. Dan neemt de groep... Wind er niet op, Jan. Straks blijft er nog in. Goed, lieve. Zeg, ik vertoon hier geen botten van die televisie, hè? Het sofa, daar zit hij toch op te wachten. Als je naar de wc moet, pak een bus aan de gel mee, hè. De gat vriest vast onder de bril. Allee. Oh, Geert. Die jaarbos van een teur, hè. Veel gest, ja, maar ik zou hem zijn nikkel wel eens willen zien afdraaien bij ons in het atelier. Het zal direct wat minder noten op zijn zang hebben. Wacht er maar mee. Maar weet je wat hij verdient? Je woont de mensen niet in een krot, gelijk wel. Wat zeg je, hè? Een krot? Een krot, ja. K-R-O-T. Dan heb je nog gekocht ook. Naar boven gaan. En dat je van heel de avond die hoer afzien, hè. Ger, ik ben al weg, hè. Fijn plat. Vergeet mijn pispot niet. Precies, het is onschuld dat jij niet in een chique villa geboren bent. We kunnen niet allemaal miljonair zijn, hè. Krot onder doen, hè. Maar schit komt erin, ja. Van kijk het kom, dat was een krot. Slapen onder de pannen. 20 sneeuw op het bed. En elk jaar een paar schoven strooi in het teruggezakt tank. En dat zit waaien, hè. Ja, ja. Oude krot heeft gewonnen, ze. Proficiat. Slap wel. Schit komt erin. Alice, doe eens niet zo flauw. Wat
kan dat echt gebeuren? Doe een onderbroekje al met die Engelse vlag. Slecht kind. Allee, kom mee. Please. Wacht tot ik hem zie, joh. Dat is hem. Hou de manieren, hè, joh. Wel, wel. Lucky me. I got two for the price of one. Je denkt toch niet dat Willy kan? Hi, this is Shemin from the supermarket. My friend. Hi. Hi. Well, it's bloody cold out here. Do you want to go inside? Yeah. It's freezing. Come on then, off you go. See, she's done that before. Say, you don't think I'm a girl who goes with everybody, eh? No, no, not at all. You know what? I think you're a bloody virgin, Jermaine. Watch out! Burn him! Wow, dit is nou, hè? Wat vinden wij van? Allee, hoeveel loopt die? So, what's your destination, ladies? London? Paris? Amsterdam? Liverpool! Liverpool? Yeah! All right. Liverpool. Here we come. Oh my god. Oops. I forgot. I've got a delivery here in the morning. Oh, but then let us go tomorrow. Yes, George. You promised us. One day I'll take you home with me, Alice. Don't worry. Now that is a promise. Do you know Radio Luxembourg? The station of the stars. Yes, we listen to it every Saturday to the top 50. Top 50? Yeah. It must be funny, so always on the road with your truck. And when you wait, do you always take girls in your truck so far? Do I take girls in my lorry? I was kind of hoping this would be the first time tonight. What do you think, Alice? Don't you ever miss your home when you're on the road? This is my home. I spend more time in this place here than in my house in Liverpool. Oh, and you sleep here? Yeah? It's not stop, isn't it? It's very nice. Can I go there? Yeah, sure. Everyone. Oops, Alice. Wait, I'll show you how to make it cozy. Let's close these. Here you go. Oh. If you want something to drink, there's some down in the box. She'll be all right, won't she? Overal zie je de scholieren in de wegen komen, Clem. Overal zie je de scholieren in de wegen komen. Overal. Waarom zouden hier in Monden kunnen? Het is gewoon een kwestie van organiseren. Een scholierenraad, dat is het eerste. Een scholierenraad? En wat dan allemaal? Wat gaan we hier nodig hebben, hè? Dat tegen niemand zeggen dat het van mij komt, hè? Dat moet je echt beloven, hè? Kinderen? Een strooiboekje voor de scholieren. Dat boekje is door het gerecht in beslag genomen. Stel dat voor, dat is staatsgevaarlijk. Je moet dat zelfs niet op zeggen. Hier. Voor behoedmiddelen.
Je gebruikt voorbehoedmiddelen om te voorkomen dat je een kind krijgt. Allee, hoe serieus? Lukske, dat kennen we echt nog al lang, cheap. Hier is ze, hier. Lukske. Of denk je dat ze dat Lien en Leuven kennen, hè? Kom, Clem, gaan we hier nog blijven staan of gaan we ons nog een beetje amuseren? Lukske, succes met Lukske, hè? Tot dan. Die look, hè, die neemt mij dus niet bekeken. Wat denkt dat ventje wel, zeg? Och, je kent hem, hè. Zien eet hem oude gewoon niet zien. Dat ik veel. Trouwens, je meid, jij bent ook niet naar hem geweest, hè. Zijn Luc vrij is een hondje niet, zo? Ik sta niet weg. Maar zeg, is het een bamba? Je bent aan het niet weg, zeker? Hé, hey, meid. Dag, meneer Sleeks, goedenavond. Zeg, wat hoor ik, joh? Je zit dan toch gestopt met studeren? Ja. Nou, je weet nog dat ze wat ik gezegd heb, hè, na eindexamens. Ja, ja. Ja, en dat blijf ik bij, hè. Je hebt alles in huis om het te maken. Ik weet het, meneer Sleeks, maar studeren en ik en nee en nee. Goedenavond. Ontzettend rap, ja. Bij mij kan het deze avond niet rap genoeg gaan. Hier ben ik geboren, hè. Ze gaan mij dood, maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Je bent toch zeker dat we ouders niet thuis zijn, hè? Nee, nee, die zijn nog minstens een week op wintervakantie. Wat heb je te vertellen die van Brussel? Marcel, zeg, je hebt geen woorden om het kop zeker. De beslissing is 3 weken uitgesteld. Oh, wat een baas op poepen. Godverdomme! Zie je nou wat er van komt? Met zijn poeten van mijn laadblaren. Dat hem die van hierboven bij hun kraag kan. Denk op, verdomme. Ze zouden hierboven misschien luisteren, hè, als je maar redelijker wordt. Maar nee, 10 frank opslag. Zet de zot. 10 frank in nog geen 1000 jaar dat je dat krijgt. Ik wil hier zoveel verdienen als die mannen in Loik. Dat zal. En dat niet kan, hè. Dat slaat ik. Oh, Chriska. Oh, jong. Oh, oh. Je moet toch geen malheuren doen, zeg. Je moet dit gebeuren, Piet. Of doen ongelukken, ja. Er gaat dit gebeuren, jong. En dat zal niet te lang niet meer duren. Kom maar mee. Kom, tel hem allemaal mee. Kom! Kom!
kennen? Door een ingenieur. Iemand moet zijn godverdikker onder verstand gaan brengen dat de boel hier op een plof staat. Zeg, de Piet is er wel hier van de avondbond in, Marcel. Ik heb hier niks mee te maken. Geen eens even, Frans. Goed meekomen. Goed en wel, maar wat kan ik daar aan doen? Ga kunt naar boven gaan en zeggen dat ons geduld na op is. Ga zijn ingenieur godverdomme naar haar gaan lusteren. Ik heb daarboven niks te vertellen. Dat is het werk van uw delegees. Ons delegees zijn twee handen op één buik met de baas, dat weet jij ook. Hey. Luister, hè. Luister. Ik kan mij daar niet mee moeien. Als je niet content bent, dan moet u je wrak maar pakken en over de brug gaan staan. Staken. Wat is het? Zijn we content? Nee, godverdomme! Je hebt allemaal gehoord wat meneer hier gezegd heeft. Ja. Pak dus maar allemaal een wrak. We gaan over de brug! Ja. Wacht. Dat is ook niet de bedoeling, hè? Moezelin! Chris, wat is dat even zonder spel? Kun jij niet lezen of wat? Piet! Piet! Meen je dat nou? Meenen? Denk jij dat wel niet een beetje aan het zwansen zijn of wat? Gelijk loven, gelijk werken, Jan. 10 frank voor iedereen, wat denk je er zo al van? Maar ja, en gaan de syndicaten er allemaal mee akkoord? Syndicaten kunnen de pot op. Mogen ze zelf gesyndiceerd? En bij de rooi nog wel? Ja, als ze mee willen doen, des te beter. En dat ze anders maar uit ons gebeuren blijven. Spelletje heeft heel lang genoeg geduurd, hè, Jan? Ja, maar... En wat moet ik dan doen? Wat moet jij dan doen? Meestaken, godverdomme, wat anders? Ik zou er liever meer kloot in het kanaal liggen. Chris, het zal gaan, zeker? Het is kalm, joh. Heren. Heren. We zijn studenten van Leuven. We komen onze solidariteit betuigen met de arbeiders. We zijn op zoek naar Chris ook. Ja, gebeld. Weet je wat jij kunt doen, Jan? Jij kunt eens ver mijn kloten kussen. Wat is er geneil terug? Ik ben ziek. Je bent ziek en dan kom je zo maar naar huis. Dat is goed, hè? Ik mocht. Zelfs moeten we goed thuis blijven. Ja, ik mocht. Schet komt er, hè, ja. Is het niet beter? Hebben die Rennekes niet geholpen? Het zou wel kanker zijn, zeker? Dan moet je niet meer lachen. Je hebt de laatste tijd al vies tegen het eten ook, vind ik. Ah, moeder, alsjeblieft, dat is toch van die sigaretten? Je luistert toch niet, hè? Hoe dikwijls heb ik al gezegd dat die vulligheid niet goed is. Ik ga naar de fabriek! Ik kom niet naar de fabriek, ik kom binnen! Ik kom werken! Vul de kaartbak, laat me binnen, godverdomme! Niks van! Ik ga terug! Zeg! Ega! Zijn jij op ziek geworden op een werk of wat? Dat is maar waar. Die staking begot. Heb je dat ooit van zijn leven al meegemaakt? Je moet terug, stomme kloeien, de brug over en gaan werken! Ja? Heb je die binnen daar alles gezien? Die mannen lachen er niet mee, hè? Een paar koeken op hun smoel en zwieren nu het kanaal in. Je moet gerust zijn. Dan loop me naar binnen. In een fabriek moet er niet gestart worden. Een fabriek heeft ons werk gegeven. En een huis. En een school. En een kerk. En de loodziekte. En bleekscheiters van kinderen. In mij gaan we het zwijgen, gij. Wat is er nou allemaal verzever? Ah, wel. Die Prim dat zijn luik hebben gekregen. Je weet dat wij die... Weet jij wat dat die zotten durven vragen? 10 frank per uur. Zijn zeker bij de zotneuzen die mee begonnen zijn?
In 13 waren het ook de stopneuzen. Het zijn altijd de stopneuzen. En ons lopende lening? Die 120.000 frank per thuis? Hoe lang gaat die staking duren? Oh, je weet het niet. En als ze buiten smijten, wat dan? Wat dan? Weet ik het. Ik weet één ding, Clara. Ik kan niet over die brug. En de ratten? Er zitten toch ratten binnen? Zijn je ratten, vrouw? Zijn je ratten? Dat kan niet. In elke staking zijn er ratten. In 13 waren er ook, in 36 in Oelen, in 62. Er zijn altijd ratten. Want anders is geen staking. De gendarmen zullen daar toch wel gaan staan, zeker? Dat je zonder ongelukken naar binnen kunt. Populiers, je kunt het één keer zeggen. Je gaat opzij, we vallen klappen. Oké? Iedereen kan nu ongehinderd naar binnen, zonder angst of vrees. Uw recht op arbeid is gewaarborgd. Moeten we dan van leven? Oh, dat zullen de PT moeten vragen. Hè? Al vier onder Chris, hè? Die twee die zullen dat wel oplossen. Hé, Chris? Wat zit er, joh? We gaan die vakbonden laten zien dat we hun niet nodig hebben. Dat we die staking ook kunnen winnen zonder hun. Vanaf na vormen wij een onafhankelijk stakerscomité. Wij zijn de vakbond. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat iedereen mag meedoen. Gesyndiceerd of niet gesyndiceerd. Rood, geel, blauw, groen,
Moof met geel stripjes voor mij, Pout, als we allemaal maar op hetzelfde ziel trekken. Wij alleen, Piet. Tegen die grote mannen in Brussel. Je weet niet waar je om begint, Jan. We steunen niet alleen, Jan. Er zijn hier vandaag al winkeliers over de vloer geweest om ons te steunen. En daar ze, daar in het hoekje, chef Sleeks, de schoolmeester van de staatsschool, die is hier met twee collega's. Die zijn ons van de nacht al spontaan komen helpen. Met ons schoon pamflet, zodat de gendarmen zo zot van worden. Hè? In het geniep gestenseld op school. Op papier van school. Waarvoor oprecht een dank, chef. Marcus, het zal niet gemakkelijk worden. Het is wat Jan zei. Het is tegen de hoge heren in Brussel te doen. We zullen ons kopje moeten gebruiken. Maar er is niemand anders die het in ons plot zal doen. En vergeet het niet, mannen. Waar zijn godverdomme de vakbond? Hey, hij is al gezien. Wie? Wiene vraagt die. Hoeveel heeft er hier al binnen gedaan? Germain. Hè? Nee, ik heb ze nog niet gezien. En weet je waar ze woont? Nee. Ook al niet. Zeg, Lucky. Is dat het genijn verstaande ophaal en proletariaat? Mijn eentje van de CT? Wel, dat doet me denken aan die Elga. Van wie? Wel, Elga van de Gemaanse. Die kon alleen maar klaarkomen als ze tijdens het poepen en voor ze het normaal dacht. Ja, Tim, lacht me. Hé, lacht me. Wel, ik vind dat dus helemaal niet grappig. Maar lief waarschijnlijk ook niet. Arbeiderstudenten in front! In 1970 verdient het werkvolk van de Vermontagne tussen de 7500 en de 8500 frank. Het ongezondste werk. Ja, ja, maar hier. Dat woord hier. Wat is dat? Amperkes. Ken je dat niet? Als we amperkes 10 frank per uur meer vragen, willen zij ons niet meer geven dan 2,75 frank. Zet het er maar in, ze mogen het allemaal eens goed weten. Dat is wat er boven gezegd werd, hè. Ze gaan het nooit toegeven. Voor de doei door niet. Ze gaan u uithongeren. Weken om een stuk uit met, hè. Kom de gij feitelijk doen, jong. Chris. Maar je ziet toch wat dat hem aan het doen is. Dan weet je dat goed, Marcel. De kwets met de personeelsdienst. Letterlijk, hè. Laat ze maar staken. Op den duur zullen ze van hun honger op hun knieën over de brug kruipen. Zo wordt er gesproken, boven. Dat weten we dan, hè. Dan is het maar het tegen het. We zouden nou moeten beginnen denken over voedselpakketten en mannen. Tegen dat zoiets op poort te staan. Ik ga een tour doen van de dokters. Vragen dat de stakers mogen wachten met betalen totdat de staking gedaan is. Ha, ze zullen na zien komen, die dokters. Ze zullen wel moeten, hè. Dokters die niet meedoen, die zweren op de zwettenlijst. En ze leven hier allemaal van de Veenmontagne, hè. Of het scheelt niet veel. Ja, hier is het oogste kiesje. Ik heb mijn ouders in daar om te kunnen spelen. Maar is dat al schrik, Marcel? Goed. Stik als omhoog, je moet helemaal geen rechting krijgen. Zoiets? Arbeiders van de Vrijmontagne, wij steunen uw heldhaftige strijd tegen het patronaat en tegen de verkochte vakbonden. Hun trouwe hand. Ja, lap. Ze hebben de vakbonden dit gedaan, Mizzel. Luister, hè. Ik wil het comité zoveel mogelijk steunen als ik kan. Maar laten we niet recupereren door die communisten dat buiten. Dan trek ik mijn handen helemaal van haar af. Ik zal wel eens met die gasten gaan klappen. Arbeiders die vandaag overal in de fabrieken opkomen voor hun rechten. En alleen dan zullen wij erin slagen een strijdbare arbeiderspartij op te richten die altijd in alle omstandigheden de belangen van de arbeiders zal verdedigen. En alleen dan tegen die mannen gezegd, joh? Niks speciaals. Allee, Piet. Gewoon, ik heb gezegd dat we blazen en dat ze ons willen helpen. Niet ruiten, hè, Piet.
En ik heb ook nog gezegd dat als ze binnen de 5 minuten niet van de shotplaats zijn, dat moeten ze allemaal mijn kloten in het kanaal smaten. Wow. Jij zit er met de mini, hè? Kun je Arnoud meepakken, want ik moet nog gaan drukken eigenlijk. Ja, dat is goed. Ja. Ja, maar je gaat er naar Leuven? Ja, ja. Zeg, wat ik nou gezegd? Dat stakingscomité is dus wel degelijk in de handen van de reformisten. Hè? Dat is nou toch wel duidelijk zeker. Dat had Chris ook al gezegd. Dat is een heel goede kracht, Chris. Daar moeten we zeker contact mee blijven houden. Godverdomme, dat is de grens al, hè? Hies, hè? Godverdomme. Goed in controle. Dat weer niet opvallen, hè? Mannen, je weet wat je moet doen. Dat is gewoon de vragen, hè? Niks lossen, niks zeggen. Want die mannen zijn er ook getraind om alles wat je zegt tegen u te gebruiken. Papieren, alstublieft. Nou, niks te verrijden. En al een paar denk dat jij in Leuven zit te studeren. Cyril, ik wens geen verklaring af te leggen. Kom, kom er allemaal maar eens uit en laat alleen passen zien. Overgeven? Nee, hè? Ik heb mijn tuttenfrut ingeslikt. Zit jij gaan slapen met een tuttenfrut in je mond? Ja. Je weet toch dat je daar een appendicite van kunt krijgen, hè? Van een tuttenfrut in te slikken, hè? Waar is mijn pispot? Dat kan... Zeg, jong! Kom, jij ook al controleren hoeveel ik heb gepist en van welke kleur? Ze zijn al weg, hè. Toen je klein was, hè, was je een aangenaam kind. Maar dat is lang gelezen. Jermaine. Hi. Amai. Ja, ja. Hij moest gaan lossen in het fabriek, maar hij mocht natuurlijk niet binnen. So you still waiting? That's okay. These guys have all my sympathy. My father was a miner, you see. He went on strike to save his pit. They fought for 2 months, but after that it was over and out. I understand what these guys are going through. But in the end, they always lose. Poor bastards. Anyway, better get going. See you soon, sweet Alice. Amai, zeg. Het is tegen het andere. En jij, hoe zit dat met de luk? Heb je hem nog gezien? Ja, nee, het is eigenlijk daarvoor dat ik hier ben. Zou ik eens mogen bellen aan Mol? Ja, tuurlijk. Als een telefoon niet is afgesloten. Oeh, is zo erg? Ja. Gelijk overal zeker. Als er niks van geld binnenkomt, dan kan mijn preken van een Grand Bazaar. Ja, maar ik kan ervoor betalen, zeg. Gelijk altijd. Oh, je bent het niet. Wat staat er hier dan zwart op wit in dat procesverbaal? Aangehouden ter hoogte van de Delistraat in Baal. Wat doe je op de Veemontagne, in plaats van in Leuven te zitten? Schamen moest u. Je moest u schamen! Zet je er soms nog wel eens in Leuven, jongen? Of is dat een fulltime job geworden? Privéchauffeur spelen van de Maoïsten. Profiteurs. Maar nee, ik zeg het toch. Het was een vriendendienst. Oh, vrienden om je hadden. Oh. Weet je wat ik er tegen zeg tegen die mannen? En ben de zotte. En daar hang jij mee rond, hè? Dat is iemand van mijn jaren. Ik wilde niet alleen maar helpen. Helpen, jongen. Denk je nou echt dat die mannen hier komen helpen? Die komen hier het kot afbreken, ja? Daar komen die dan. En alles meepakken. Alle macht aan de arbeiders, hè? Weet je wat dat betekent? Denk je nog wel eens na zitten.
Is er hier af en toe nog wel eens iemand thuis? Dat zou schoon zijn. Dat zou schoon zijn, ja. Alles pakken die mannen mee, hè. Alles wat een mens heel zijn leven voor gewerkt heeft, hè. Hop, mee. Op begin een dag, hè. Alles. Naar de universiteit gaan in Leuven, kun je ook vergeten dan, hè. Wat gaan we er nog allemaal mee meemaken, moeder? Met dat kalf. Ah, mag je mij eens bellen naar mol? Ze gaat toch wel betalen, hè? Jot, doe maar, meisje. Oh, je hebt hem zijn telefoonnummer niet gegeven. Zeg, moet jij naar het wc of zo? Nee, hè? Alice, kom. Hup. En denk niet dat ik niet te weten kom als je er iets uitsteekt in Leuven, hè. Want ik heb relaties, hè, jongen. Voor mij is dat maar één telefoontje naar hier en ik weet alles, hè. Iedere voet dat je scheef zet, hè. En Gardavoe, als er iets bij is dat me niet aanstaat. Gardavoe, hè. Sst. Amie, val. Hallo, met mevrouw Verheijen. Met wie spreek ik? Dag, mevrouw. Is Luc thuis, alstublieft? Met wie spreek ik? Met de bruiker Germijn. Ik ben een medestudentin van uw zoon te Leuven. Luc mag niet gestoord worden, hoor. Die is aan het studeren. Kan ik een boodschap aannemen? Ah, wel, ja. Ja, het is eigenlijk heel stoem. Ik ben mijn portefeuille kwijtgeraakt op een feestje. En alles, madere klantenkaarten zaten daarin en zo. En nu ben ik eigenlijk zo aan iedereen aan het rondbellen. Secondje, hè. Luc, het is voor u. Iets met een portefeuille. Niet te lang, hè. Ja, mijn Luc. Het is Germijn. Ja? Germijn de Bruiker? Je kent me toch nog? Ja, ja, natuurlijk. Ik zou het niet zeggen anders. Wat zegt u? Uw portefeuille? Ik hoor het al. Je kunt dan niet vrij spreken. Antwoord gewoon met ja of nee, oké? Ja. Luc, we willen moeten dringend eens klappen. Kunnen we je ergens afspreken? Ja. Morgen om 8 uur aan de Rijkse Mol, oké? Ja, hij had het beste nog. Heb je hem gezien? Wie? Die portefeuille. Ah, nee. En nog eens iets. Uitgaan, dat is er niet bij deze weekend, hè? Allee, paard, maak je... Ga blijf binnen. En een wortelsleutels, dat kunnen nog floten. Die krijg je pas terug als ik het zeg. Eén keer uw haar wassen in de week is genoeg klaar, hè? Anders wordt dat veel te vettig. Ik heb het haar al 1000 keer gezegd, je kent ze toch? Om te zien. 4000 frank van als je mij bent GB. Pensioen van onze vader, 7000 frank. Dat is samen 11000 frank. Gaat dat lukken, denkt hè? Als je mij is deze maand niet alle dagen gewist, die gaat zoveel niet hebben met dat ziekteverlet. Het valt ook altijd verkeerd, hè? Godverdomme. Dat je het ook draait of keert, hè? Die afbetaling aan het huis is er te veel. Dus we gaan er niet komen. Je gaat er toch geen gewoonte van maken, hè? Elke avond aan de whisky. Zeg gerust, deze fles is bekend leeg. Die geld voor een nieuw te kopen is er toch niet. Mag je blij zijn dat we het pensioen van onze vader nog hebben? Zie je net de riekte is, zelfs dat niet. Germijn is er straks geweest. Hij zat op zijn eentje stilletjes te schreeuwen aan de keukentafel met zijn leeg sigarenkistje. Godverdomme, hè. Clara, schrijf gerief. Heb ik al een ijver schrijven?
Het is niet waar, hè. Winnaar onze koning? Koning Boudewijn? Zie maar dat daar geen volk van komen. Sire, ondergetekende neemt de eerbiedwaardige vrijheid dit schrijven tot u te richten. Zoals je misschien al weet, is er een staking uitgebroken bij Vieille Montagne in Balen-Wezel. Niet iedereen wilde staken, maar het zijn de mannen met de grootste mond die altijd hun goesting krijgen. De vakbonden willen geen premies uitbetalen, omdat ze zeggen dat onze eisen onredelijk zijn. Ik weet het niet meer. Volgens mij is het comité er een potteke van aan het maken. En daarom zou ik u willen vragen de gendarmen eens extra aan te porren om er met vuil voeten door te gaan. Dat die zottigheid gedaan is bij de Vieille Montagne. Dat spelletje heeft nu lang genoeg geduurd. Nee, Rikske, nee, laat zo, jong. Je moet niet gaan zoeken. Ik heb juist iets gegeten. Je moet echt niks hebben bij mijn koffie. Het is goed dat ik het gat heb. Allee, come on. Ik heb dat iets in alles heb. Pak af, hè. Licht ervoor. Wat is dat allemaal, jong? Oh, koffie. Spaghetti. Melkpoeier. Erwten. Bonen. Tomatensaus. Allemaal van het comité. Ja, goed doen, maar. We hebben ze bij een klote, Jan. Waar zit hij eigenlijk, onze pa? Even tot bij de Rik gaan zien hoe dat hem het stelt. En jij? Ga jij mij nog helpen of ga jij daar de hele dag nog liggen? Ma? Ja? Hoe kan deze eigenlijk allemaal? Hoe kan wat? Laat maar. Hoe kan was je ermee? Niks. Germijn. Dat hier allemaal. Wel hier. Dat is toch niet overal zo? Als je ziet op de tv hoe dat andere mensen leven. Voor wat wonen wel hier in zo'n versleten krot. Ik ga er dan weer over beginnen. Ja. Zie eens in onze hof. Moeder, wat zie jij in onze hof? Niks. En weet jij voor wat? Omdat er niks groeit. Van al die smerlapperij van het fabriek. Geen bomen, geen struiken, geen gras, niks. Zelfs geen onkruid. En Welly moeten hier wonen. Sinds wanneer maak jij je eigen zorgen over ons hof? Sinds wanneer? Maar al vijf ben je daar echt totaal niet mee bezig. Zijn ik hier echt de enige? Germijn, wat probeer je me nou eigenlijk te zeggen? Hey. Och, niks. Dat is zwetwerk! Frans, het is kiezen of dealen. Ofwel is het zwetwerk, ofwel is het zwette sneer. De Felix hier heeft nog meest nodig in Leopoldsburg. En de Jean in Hasselt. Wil onze militanten in Leiden er toch op wijzen dat de staking binnenkort erkend zou kunnen worden door het ABVV? En door het ACV ook! Wanneer? Wanneer? Wow. Wie na? Even aan Staanders. In zwet gewerkt, die zal achter zijn stakingsprint kunnen fluiten. Ik hem in een gat, jong. Marcel, godverdomme. Dat zijn die mensen die dat dan nodig hebben, die dat betaaldelijk aan een job kunnen helpen. Wat is daar nou verkeerd aan? Dat is werken in zwet. Als vakbondman kan je er nooit met akkoord gaan. Ja, luister, mannen, ik heb dat volk nu nodig, hè. En als ik die hier niet vind, ja, dan ga ik die op een ander zoeken, hè. Voor mij is dat allemaal geen probleem. Ik dacht dat dat hier niet lang ging duren. Marcus, je hebt het gehoord, hè. Wie dat geïnteresseerd is, je kan zijn eigen na hier aan tafel laten inschraven en merken beginnen werken. En met de zegen van het comité. Ja, ga niet? Nee, ik kom er voorlopig nog met pensioen van onze vader en de brei van ons klein. Er is hier een probleem. De afbetaling van ons huis, dat is er te veel aan. Jeff? Ja? Er zit er hier nog een, hè, met een lening bij de bank. Dat komt goed uit, hè. Zoek juist een vrijwilliger om mee te gaan. Ja. Meneer? Laat maar zo, kind. We werden verwacht.
Dus, eigenlijk wat u mij nu vraagt, is om voor alle stakers de afbetaling uit te stellen. Ja. Met een maand. Een munt, of twee. Hè. We weten ook niet hoe lang die staking nog gaat duren, meneer Dirks. En tenslotte, het gaat maar om de man of vijf. Zeven. Ja. Ja. Nou, ik zal er eens eerst met een hoofdzetel in Brussel moeten overbellen. Juist. Kom. Oh, en zegt er dan ineens bij dat veel van haar klanten bij Vier Montagne werken? Hè? En dat ze met hun centen aan de banken zullen lopen die wel akkoord zijn? Oh, er zijn dus al banken die hebben toegezegd. Allemaal al. Behalve ga. Oh. Oké. Okay. Nee, oké. Okay. Daar kunnen we over klappen. Ik ga maar terugzitten. Maar die was daar niet eens. En nagelijk de bering van die andere banken, hè, voor het begint rond te bellen. Hey, ik zeg, meneer, het is waar. Wij verdienen ons geld in zweet en in de stank. Maar gij zet er toch niet vies van zeker? Ons geld is godverdomme evenveel waard als het geld van een ander. En als jij ons geld niet moet hebben, dan doen we toch naar een andere bank zeker. Er zijn godverdomme banken genoeg in Molde. Ik zeg, meer banken dan azenwinkel zeker. Ja, ga gaat die morgen vlug in de bussen steken in de cité? En geef me een goeie pakje, Jeff. Ja? Wacht, hè, wat is dat regenen, hè? Luxke? Ja? Ja, zit dan met de mini, hè? Ja. Ja, kun je even die aan het kussen roos vuren? Ja. Want anders willen die pamfletten nat, hè? Ja, ja. Van bier, zeker. Van bier, maar Luxke, geef ons er allemaal nog een keer. Jeff, een stuk chocolade. Ja. Kijk, ja, Luc, links hier. Dus ik zeg tegen die bankdirecteur, ik zeg, je hebt al te klagen gehad over de stank van ons geld. Denk nee, hè. Hier is stoppen, stoppen. En als je de vis van zin, dan moet ik maar zeggen, hè, dan gaan we mee op een ander. Je had godverdomme zijn gezicht moeten zien, jong. Dat is fantastisch, hè. Die kracht die hierna vrij komt in balen, daar is er iets gevoeld. Dat is een hoefslag van het proletariaat. Als je die kracht zou kunnen richten op de juiste politieke doelwitten, dan is dat Luske, man. Ik zeg u één ding. Als we allemaal onszelf de ziel trekken, dan moeten ze dat bovenop buigen. Dat is niks anders dan doen. Hier is het. Oh. Dat is de keuken, Luc. Ise, toch dat jij niet meer wist waar je woonde? Dat is ons klaar. Hè. Je moet niet al te veel opletten. Hè. Ligt uw papieren maar hier ergens in. Hè. Ligt er in. Pak een stoel. Dat is de Luc, een student uit Leuven die komt ons helpen. Hè. Waar heb jij eigenlijk heel de tijd gezeten en waar heb je allemaal gedronken, zeg? Vertel me dat maar eens liever. Je gaat het niet geloven, Clara. In Mol, bij de bankiers. Ik, Jan de Bruiker, heb ervoor gezorgd dat er geen enkele lening niet meer moet worden afbetaald totdat de staking gedaan is. Wat zeg je daar zo van? Onnozeler. Nee, het is echt waar. Hij is meegeweest met chef Sleeks. Och, dan die, hè. Weg zo'n rooie van de staatsschool. Hé, hey, ik wil geen slecht woord horen over de chef hier in mijn huis, hè. Hé, gaat er wijd mee komen als ze dat kot hier onderhoud gaat verkopen. Let op mijn woorden. Dat gaat hier slecht aflopen. Juist gelijk als in 13. Juist gelijk als in 13. Dat is godverdomme twee wereldoorlogen gelijk om 13. Dat moet ik hier al weken horen. Zeg, zal dat wel gaan, zeker? Een brasmaker? Leg dat maar eens uit van die banken. Wat heb je dan eigenlijk uitgestoken? Je had erbij moeten zijn, Clara. Was zo fier geweest, Polsjan. Kom ik straks naar A of kom jij naar mee? Ja, nee, dat gaat niet lukken. Ik heb met George afgesproken. Met George? Maar het is toch staking? Die moet toch niet in Balen zijn? Ja, maar hij komt toch naar hier. Hij maakt een hele weg met zijn camion alleen maar om mij te zien. Amai zeg, maar dat is precies serieus? Ja. Ja, dat is heel serieus. En hij, ja? Ja. Kom. Heel serieus. Tot morgen. Dag.
Het is goed, meneer de Bruiker. Kom maar toe zitten. We kunnen er over klagen. Ineens moest hij naar Brussel bellen. Het was gedaan. Jij betrouwt die mannen. Hè? Ja. Jij denkt dat die banken gaan lusteren naar rouw. Hè? Jan de Bruiker uit de Cité. Ja, maar madame, het is niet van Jan als individu dat ze schrik hebben. Hè? Het is omdat ze voelen dat ze hier in Balen tegenover de georganiseerde arbeidersklasse staan. Amai, je spreekt bij God nog op de letter ook. Nou, dat is een student, hè, kindje. Al een paar jaar en is advocaat. Hm. Van waar komt hem? Oh. Van Mol, madame. Luc Verrijen. Zo. En wat doet jouw vader? Mijn vader die heeft een groothandel in elektronische apparaten. Vrije elektro... Ah, daar is ze. Zijn meidelijke, schatje, kom erbij zitten. Dat is nou zo'n student waar ze zoveel over klappen. Hij was juist om te uitleggen... Ik heb het gehoord. Amai zeg, van zo'n goeie kom af. En dat komt hier zomaar over de vloer, precies of het is niks. Ja, ik weet dat de meeste mensen van mijn klasse neerkijken op de arbeidsklasse, maar jij bent er precies niet vies van, hè? Groot gelijk, Beteltje. Hé? Ik ga naar boven. Vergeet niet naar de stoof te zien. En doe de achterdeur op slot. Goedenavond. Slaap wel, meisje. Vergeet jij de dingen niet mee te nemen als je naar boven gaat? De wat, Clara? Ja, wat pak je mee als je gaat slapen? Zeker als je gedronken hebt. Luxje, ik denk dat ik hier nog even aan zijn kletsje whisky heb staan. Dat hebben we nou godverdomme wel verdiend, denk ik. Hè? Ja, zeg maar zeker. En ik, hè? Jij? Dat kunnen we toch niet tegen mijn maag? Ze heeft de laatste tijd al veel last van haar maag, gelukkig overgeven. Dat is niet waar. Nee, heb jij geen last van je maag? Vandaag toch niet? Tuut. Ik. School. Eerlijk, wat vind jij van mijn dochter? Is dat je prontstuk? Ja, er zijn er al lelijke verzopen. Ze zijn er al lekker voor zo bezeten. Moezeler. Zeg, zijn dan die pamfletten van het comité dat moeten worden uitgedeeld? Zijn we zeker. Eens. Wij eisen 10 frank voor iedereen. Gelijk loon voor gelijk. Ja. Het is al lang goed. De Rick die heeft erachter gevraagd. Ik kan die even in zijn bus steken. Dan kan die morgen uitdelen op zijn wervend turnout. Oh, ga je nou al buiten vanavond? Mm-hmm. Ja, ik zal het wel voeren, Jan. Ik moet toch dringend weg. Oei. Ja, tot de volgende, hè. Bedankt, Luc. Ja. Verschot ik mijn breuk toen ik al daar zag binnenkomen. Ik heb mijn lotto zien staan, zeker. Zeg, waar moeten wij die pamfletten in de brievenbus gaan steken? Ah, wel een schone manier. Heb jij me niks te vertellen? Waar heb jij gezeten? Ik zag blauw van de koude aan de reks, hè? Ik kon niet komen, Germain. Echt niet. Sorry. Het zijn er niet eens vuile vis geworden, zeker? Omdat ik al een keer Augustin hem laten doen. Germain, je weet dat ik je graag zie. Al van op dat te nemen. Ik heb het gezien. Je hebt weer met die geiten van Mol open scharrelen, hè? Ik heb het al horen vertellen. Maar dat is niet waar. Wie heeft dat gezegd? Waar heb jij dan gezeten? Ik had Boel thuis. Ze zijn te weten gekomen dat ik meer aan de Viermontagne zat dan in Leuven. Ik mocht niet buiten in het weekend en ik kon het niet verwittigen. Sorry. Wat hang jij nou eigenlijk rond die fabriek te doen? Ja, dat mijn vader dat niet verstaat, dat begrijp ik. Maar jij? Semenik, ik wil de mensen hier helpen. Ik wil iets doen in plaats van met mijn neus altijd tussen de boeken te zitten. Ik wil als intellectueel iets... Ja, moet ik dat nu uitleggen aan iemand die geen enkele politieke interesse heeft? Nee, natuurlijk niet. Want ik ben maar als loer uit de Cité. Ja, die grieten van Mol, die verstaan allemaal wel, natuurlijk. Met een bleeksmoel en rozijnentieten. Maar daar raakt meneer de advocaat niet zo gemakkelijk op, zeker? Germain, ik wil alleen maar zeggen dat wij iets kunnen leren van de... En dat de arbeiders iets van ons kunnen leren. Voilà. Mon manneke toch. Toen had de Piet zo oud was gelijk jij, hè, zat hij in het verzet tegen een Duts. Die heeft nog in een kamp gezeten en die is er nog ontsnapt. Ook wat ga jij die mannen leren, jong? Je kunt mij nog niet eens verwittigen dat je niet buiten mocht van oude pa. Ja?
Jij moet terug naar Leuven, Luc. Dat is voor jou te doen. En het wordt hoog tijd dat je eens begint na te denken over onze toekomst. Als je meen ik het toch, maak ik mij maar geen zorgen over de toekomst. Ik wel. En zeker niet dat ik thuis ga moeten vertellen dat ik zwanger ben. Zwanger? Van wie? Smerlap, godverdomme! Van nou natuurlijk! Wat denk jij misschien dat ik het aan iedereen doe of wat? Germain, zeg dat het niet waar is. Germain, zeg alsjeblieft dat het niet waar is. Ja, het is wel waar, Luc, het is wel waar. Ik moet weg, Germain. Sorry. Weg? Ja, sorry. Waar ga je naartoe? Maar je komt toch terug, Luc? Je bent toch zeker, hè, Germain? Ja. Sorry. Wat is dat hier, zeg? Mag weer? Nee, is het genoeg geweest, hè. Morgen maak ik een afspraak bij de dokter. Hey, hier is onze Lindberg. Wat is het, Jan? Zijn jullie gaan vliegen vandaag? Ja, we zien van, Jan. Heb je al gehoord van? Zo'n zeker 10 man van de televisie van de Gazette bij onze fabriek. Daar zijn we dat, Jan. Hey. De Hollandse televisie is er. De Duitsers zijn er ook. En binnenkort hè, weet heel de wereld wat er hier ondaan is in Balenwezen. Dromers. Grote onnozel dromers. Dat zeiden. Dat die 6 frank moeten aanpakken. Dan hadden dat tenminste in de hand gehad. Lees dat pamflet nou toch eens, jongen. Dat was geen 6 frank dat ze ons gaven. Met de prijzen die ze allemaal stijgen, was dat nog 2,67 frank geweest. Denk je nou echt dat wij dat wekenlang voor in de kaal gaan staan? Ik zeg één ding, hè. Dat gaat die slecht aflopen. Maar op mij moet je niet rekenen, hè. Tja. En heb je gaan een naam schrijven? Naar de koning. Ah, naar de koning? Denk jij na dat de koning dat allemaal zelf leest? Die krijgt dat geen eens in zijn handen, jong. Zijn secretaris pakt dat vast. Waar is hun halve slag? En die gooit dan een brief in de vuilbak. Je weet nooit. Op een goeie dag kan die secretaris ziek vallen, hè. Dat hem zijn brieven zelf moet opendoen, de koning. Gedroomd, jongen, gedroomd. Als je net een brief naar de koningin zou schrijven. Naar de koningin. Naar de koningin, ja. Dan, misschien. Hè? Wat geleest dat is dat die iemand uit de penarie helpt. En zeg, als ze via Montaigne leest, hè? Want het schijnt dat ze daar met hun geld tussen zitten. Is het echt waar, Jan? Ja. En waar heb je dat gelezen? In de kolenkot? Je mag naar Vutschrijven, alstublieft. Nou, wat is dat? Sire, ik wil u vragen mijn vorige brief maar te vergeten. Laat uw gendarmes maar in hun kot. Ik ben precies een ander mens geworden. Ik kan tegenwoordig terug lachen. Mevrouw de Breiker? En plezier maken. En dat kon ik allang niet meer. Dat comité doet heel goed werk. Maar alleen gaan ze het niet kunnen volhouden, denk ik. Staken kost geld. En daarom neem ik de eerbiedige vrijheid om u te vragen of je misschien niet met wat zwart geld zit waar je ons mee uit de nood kunt helpen. Rut, lijkt me result. Ah, wel? Waar komt de geld vandaan? Van een dokter in Mol. Zouden ze hier al meer als een munt voor de zot meer mag. En wat gaat het zijn? Gaat hier eindelijk nog iemand zijn bakjes open doen? Uw dochter zit vol.
Welk? Uw dochter zit. Je hebt me toch wel verstaan, zeker? Jan, pas op, hè. Ja, godverdomme ze. Valsmerige klote hoer. Je hebt nog om een doodje schaam. En van wie? Wie heeft dat gelapt? Mijn vrouw te kalmen. Wie heeft dat gelapt? Jullie waren met tweeën, pa. Ik is zowel als hij. Hoe heet hem, Laika? Hoe heet hem? Je gaat lachen. Het is van dat studentje die vermen biedt op het mol die jij hier binnengebracht hebt. Nee, pa, niet doen. Blijkbaar goed overgekomen, want sindsdien hebben we toch altijd goed kunnen samenwerken. Ja, ja, staat hier zo'n student bij ons. Voelt zich gesteund door de stakers? Jo, jo, jo. Allee, in mijn hoofd was dat wel zo van... wat komt die gast hier eigenlijk doen? Wat moet zijn, Pees? Dat we de zin voor zijn taal. We zijn wel aan het winnen, hè, Jan. Je bent na toch niet op de kloot te slaan, zeker? Piet. In het begin dacht ik... Niet staken. Je moet gewoon werken, Jan. Je moet gewoon werken. Maar dan gaan we erover nadenken. Voor 7.000, 8.000 frank in een stinkfabriek was dan rotte. Je kunt je eigen gezin nog niet een helft geven van wat je ze eigenlijk had willen geven. En dan zijn ze blij met alles wat je kunt krijgen. Van dokters, van schoolmeesters. En die studenten ook. Zeg, die hebben nog wat werk verzet, hè, Jan? Ja. Die ons wat siroop rond onze baard komen smeren. Ja. Zeg, pa, heet je dat toch? Germaine is in verwachting. Van? Godverdomme, Jan. Wat moet ik daar nou op zeggen, Jan? Ja. Waar zijn mijn vader toch allemaal zo geweest? Dat zijn van die dingen die gebeuren. Is dat daarom dan een slechte? En denk eraan, we gaan dat niet buiten voordat ze op papier hebben gezet dat ze met jou gaat trouwen. Hè. En als ze niet willen? Niet willen? Als ze niet willen, hè, dan gaan we naar de politie. En denk eraan, hè, papa. Ik doe de uitleg. Je doet het voor dat moment. Dat mensen wel niet van het denken. Ja, kom binnen. Stom weg. Tegen de deur van zijn kot gelopen in Leuven. Kun je dat nu geloven? Ja. Mogelijk is er rap gebeurd, hè. Dat die jongen allemaal tegenkomt, dat hadden we niet voor mogelijk. Ze zeggen dikwijls kleinkinderen klein zorgen, grote kinderen grote zorgen. Maar het is toch wel waar, hè? Een tasje thee?
wel even verscheten, zoiets. Tegen wie zegt u het me dan? We gaan dan met onze Lucas rustig uitpraten, hè, papa? Gaat dat lang duren, dat uitpraten? U gaat toch uitgepraat zijn voordat uw kleinkind geboren wordt, zeker? Madame de Bruiker, als het van Luc is, dan zal hem zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Wees gerust. Als het van hem is, wat wil de dame zeggen? Ik wil niks insinueren, maar... Ja, de jeugd van tegenwoordig, allee, dat weet u toch ook. Die zijn toch veel vrijer dan wij waren vroeger. En ja, je kunt er uw bed niet bij maken, begrijpt u? Nee. Wat bedoelde u feitelijk? Wel, ik bedoel dat uw dochter... Germaine. Zijn naam, hè. Ze heet Germaine. Germaine kent toch nog een paar andere jongens, veronderstel ik. Oh, holle. Maar die vlieger, die gaat niet op hem dan verrijden. Ik wil alleen maar zeggen... U wilde zeggen dat mijn dochter een hoer is. Dan heb ik slecht nieuws voor u, want dan is uw zoon een hoerenloper. Wat mijn echtgenote eigenlijk wil zeggen, hè, madame. Dat is dat niet ieder mens die zomaar moet komen binnenlopen en beweren dat zijn verwachting is van mijn zoon. Papa, vind het goed als ik de zaak verder afhandel met deze mensen? We gaan dat oplossen. We gaan dat zeker, zeker oplossen. Germaine. Het is toch Germaine, hè? Zie je ons Luc graag? Zoiets met groeien, hè, Germaine? Ze zal hem wel leren geren zien. Zo gaat dat. Je moet eens een praline proeven, madame. Ze zijn van bij Goossens. Een brief dat ze moesten ondertekenen. Hier een chique praline van Mary Goossens en ze dacht al niet meer op haar brief. En moeder? Ze biedt het hier allemaal nog mijn schuld. Maar ik ken dat. Als het met Chichi is, dan is me dan verkocht, hè. Zijn ik misschien zwanger van die pipel die dat er zat gelijk een mossel? En jij, het was nog te veel dat je zei dat ik hem geren zag? Dat is mijn zaak. En hij is mijn zaak! Ze kunnen zorgen dat hun schone Luc rap mee trouwt of ze gaan hier nog wat meemaken. Oh, heb je dan geld geroken? Nee. Ik zou wachten totdat jij hier het geld binnenbrengt, hè. Jan. Ik zou je godverdoen niet kapot moeten kunnen slagen, hè. Hier is hem, ze. De dader, ze. We weten alles, Jan. We weten alles. Godverdomme! Ik maak een kapot! Ik maak een godverdomme kapot! Dit is al goed. Maar waarom? Zo'n halve doodslagen en van hier moeten betalen. Nee. Nou, moet jij eens heel goed naar luisteren, Minneke. Ik geef haar 5 minuten om te zeggen wat er op uw lever ligt. 5 minuten! En dan smaak ik je godverdomme met je kloten op de beton. Heb je dat goed verstaan? En je kunt nastarten. Ja, Luc zegt dat je gaat dat telkens aan haar verstand brengen dat ze haar pakje moet laten wegdoen. Ik ken een dokter en ik heb geld. Ja, en toen? Toen heb ik de koffiepot naar zijn kop gesmeten. En? Wat hem? Wat kom je hier nou eigenlijk veilig allemaal vertellen?
Want dat is allemaal goed en wel, maar het is wel wij schuld, hè. Ik had maar bij poeder van mijn dochter moeten blijven. Maar jullie waren wel met twee en een paar. Ik kan alleen maar zeggen dat ik uw dochter graag zien al van op dat te nemen. En dat ik met jou zou willen trouwen. Voilà. Je moet het thuis niet laten buiten zitten, jongen. En je moet de studies afmaken. Advocaat is een schone stiel. Germaine. Wil jij met mij trouwen? Ja. Nou, ik wil dat. Nou, mijn vijf minuten zullen nu wel om zijn, zeker? Toch is het wel, ja. Wanneer kom jij terug? Zo snel dat ik nieuws heb. Dag iedereen. Hadden wij die jongen eigenlijk een borrel moeten offereren? Hè? Hij wordt toch als een schoonzoon, hè? Clara. Doe dat hier soms geen zier bij haar? Dat was dan. De naam Hasselt. Tja, wat moet ik hier nog zitten doen? Hè? Ik ga toch niet meer terug naar de Vijmontag. Nee, dat is gedaan, joh. Ik zit al goed bij die aannemer in Hasselt. En wat ga jij doen? Stemmen om deur te staken of gaan werken? Stemmen, hoe dat? Er is toch een referendum? De bazen en de bonden willen weten of dat we content zijn met die 8 frank. Of dat we fort willen staken. Joh, mij maakt het niet meer uit, hè. Weet je er niks vanaf? Kom je erbij? Er zat een brief in de bus deze morgen met de facteur. En ik had die niet gekregen. Godverdomme. Pas maar op, hè. Hou ze maar in doog, want ze zijn weer wat van plan, hè. Leeuw. Leeuwerpoel, mijn god. Ja. Hij heeft nog gezien, je weet het nog. In de camion. Alice, one day, I'm gonna take you. Leuk, zeg. Waar ik mee kom. Zot ik wel, sorry, in mijn Liverpool doen. Je hebt een lucky toch, hè? Waar is Jimmy? Niks, kut. Gewoon dat ik vanaf morgen aan de kassa moet gaan zitten met die verschrikkelijke Nicole. Vriend, dat mopje, maar een uitslag steekt hem in een nol, jong. Dries, hang dan niet aan de lozen, hè? Ja? Zeg jij dat er hier gasten zijn die geen stembrief hebben gekregen? Dat kan niet. Wie? Ik. En een chip ook niet. En er zijn er toch die alleen maar een eigen envelop hebben gekregen. Gaat en hebben weggesmeten om ons te saboteren, zeker. Deze keer al 62%. 62% gaat akkoord met 8 frank en wil terug op werk. Momentje! Wie van jullie heeft er geen stembrief gekregen? Ik. En wie heeft er alleen maar een lege envelop gekregen? Wie heeft die brief rondgestuurd? De personeelschef zeker? Ja, de kwats. Mijn vrienden, misschien loopt raar, Marcel. We gaan dat morgen nog eens opnieuw doen. Maar dat is serieus. Het referendum is vervalst. Ja, rek de miserie van de mensen. Onder de kamers zijn gelijk met elkaar. Vandaag of morgen. Doei, dat is jullie gaan. Zeker vraag, Germaine. Als jong moeder kan een aantal dat heel interessant zijn. Ik heb er wel over dat zien. Dat je ergens heen moet, naar een of ander feestje, dat je nooit niet kunt weten. Een traaffeest of een communefeest of het een of het ander.
dan neem je gewoon een beetje fruitpap mee, je maakt dat klein in advance en je steekt dat in de potje van Tupperware. Nee, dat is echt heel gemakkelijk. En zo'n Tupperware-party, allee, je zet er ook eens mee van huizen weg, in plaats van altijd maar in de zetel te hangen, dat is ook nog niks. Ja, ik ben er echt heel content van. En daarmee dat ik het zeg, je moet eens afkomen, Germain. Echt waar, dat is echt zo plezant. En allee, je moet daarmee nog niets gekopen, hè. Gewoon voor de gezelligheid. Hè? Wat denk je ervan? Germain? Waarom? Godverdomme, waarom? Ja, en hoe zo'n stomme kloot dat eruit? Velpon! Wie heeft er hier in godsnaam velpon nodig? Ik weet het. Het is niet te verstaan. Ja, ik was er al heel nacht op aan het zien en... Ja, zo ineens, zo zonder na te denken, hup, en ik had hem vast. Velpon! Als je nou nog de kas had leeggemokt, of je dat gepikt verteten, dat zou ik nog verstaan hebben. Niet dat ik het zo goedkeuren, hè. Van zijn leven is, hè? Oh, de lawaat net toch eens. Laat haar voor het vertellen. Er valt niet veel te vertellen, ze. De loon had het gezien en ik kreeg op staande voet mijn loonzakje. En de velpan moest ik ook nog terugbetalen. Ik mocht blij zijn dat hem de politie niet belde, ze. Nou ja, dat is zeker, dat. Dan moet nog dankbaar zijn ook, hè? Moet je dat toch mee doen, manneke? Hè? Moet ik nog eens een paar lappen geven dat je eindelijk wakker wordt? Of moet ik alleen maar compassie mee hebben? Om dat je zelf op mijn smoel slagen? Hè? Omdat ik het allemaal zo maar heb laten gebeuren. Allee, daar ben jij toch niet verantwoordelijk voor? Jij ook, zin? Wij zijn allemaal verantwoordelijk als zij velpon pikt. En weet je waarom? Omdat wij stomme kloten zijn. Wij zijn stomme kloten die niet beter weten. Omdat ze godverdomme stomme kloten van ons gemokt hebben. Jarenlang. Van kleins af aan. Ja, meneer de rotzak. Nee, meneer de rotzak. Stomme kloten, Germain. Allemaal. Kindje. Doe mij eens een plezier. Ik ga van onder mijn ogen het. Ik wil niet dat je denkt dat ik alle schuld op haar steek, hè. Maar op deze moment zou ik godverdomme nog wel kop kunnen inslagen. Wat? Van onder mijn ogen uit, zeg ik. Dat is een cadeau van mijn vader. Ik ben thuis afgebot, Germain. Je moet terug, hè? Ik mag niet meer terug, Germain. Ja, wat is nee? Zeg jij het zelf afgebot of heb jij al buiten gesmeten? Alle twee. De bom is gebarsten. Ik ben het beu om dus geen heilig hart uit te hangen. Wat ga jij nu doen? Ik ga voorlopig in het kabinetje van het piket slapen. Waar? Ik ga niet meer terug, Germain. Mijn plaats is hier. Zeker nu. Ik bedoel, heb je het op de radio niet gehoord? Het comité heeft een uitslag van het referendum verworpen. De staking gaat door. Wat nou, jong? In je trouwkostuum? Ga jij nog ergens naartoe, of wat? Nou, gaat er eens naar mij geluisterd worden. Hoe dikke heb ik niet gezegd
Lot die kleine toch niet zo laat thuiskomen. En dan was het van, ja, maar vaal, het is een andere tijd, hè. Ja, een heel andere tijd. Maar zit toch maar vol, hè. En zijn gepikt, dat komt er nou ook nog bij. Mijn kleinkind is een dief. Va, je moet een... Nee, het moet spreken. Ik ben na de enige kostwinner in huis. En wel, dan zal er ook naar mijn pijpen gedanst worden. Gij mag morgen vroeg zullen schoofzak gereed. En gij gaat morgen vroeg werken. Wat lief. Gij kunt kiezen. Ofwel ga jij morgen vroeg de brug over. Oftewel, ga ik naar Virginie in Oostende. En dan kunnen jullie leven van voedselpakketten. Want stakingsgeld krijgt ook al niet meer. Va. Als ik mijn vader die waard, ik sloeg godverdomme mee kloot onder toffel. Een rat, zeg jij. Een vuilsmerige kloetrat. Dat zijn de slimste. Die krijgen achteraf de beste postjes. Goedenavond. Terug ging gaan werken. Je moet niet gaan werken, zotteke. Zit er net toch eens op. Hé? Hey. Jij blijft thuis totdat het comité zegt dat je terug moet gaan werken. Hey? Meen je dat? In het begin was ik kwaad, dat is waar. Maar die voorbije weken, daar heb ik elke seconde van geleefd. Daar voel ik elke seconde van peper in. Dat is lang geleden, Jan. Hoe lang hebben wij nou eigenlijk zitten slapen? En dan zijn we wakker geschoten. En ik denk dat ik wakker kan blijven totdat ze mij in de grond steken. Maar we hebben zelfs geld om haar hart te laten doen. Dat kan me niet schelen. Of ze de vies van mij omdat mijn haar niet gedaan is. Dat is ons niet gehoord, Anna. En dan denk je dat de ouders niet vrijen? Jawel. Maar die zorgen wel dat niet heel zit hier aan het zorgen. Wij komen van het systeem, we zijn geen varkens. Weet je, dat ik dat hier snel gewoon zou kunnen werken hier in de cité. Ik voel mij al helemaal opgenomen hier. Wat denk je? Hij ziet er al zitten. Luxke, jij weet niet waarover dat jij dat. Heb jij die mannen hier alles goed bekeken? Als je de mensen wilt helpen, Germain, dan moet je bereid zijn om hun leven te delen. Ik voel ik mij niet beter dan haar vader. Mijn vader had geen keus. Godverdomme zeg. Wel je wel? Ik wil je weg, Luc. Verstor je aan hem niet? In de cité doe je op één dag meer smerlapperij binnen dan van vier pakjes zware Michel zonder filter. Zonder ook maar één sigaret te smoren, hè. Is dat wat je wilt, vrouw kind? Ja, nee, natuurlijk niet. Maar het lost ook niks op. Ik wil dat mijn kind het beter heeft als ik. Dat wil ik echt. Mijn ouderlijst. Met dat klein ding hier in haar buik als ze niet.
Wat er hier vandaag in Paal gebeurt, dat zal Luc, altijd... Ik wil dat jij teruggaat naar Leuven. Dat is het enige wat ik wil vragen. En dat wil ik zeker niet missen. De arbeiders die hun eigen lot in handen nemen, die de vakbonden dwingen om mee op de kar te springen, die de bazen op de knieën dwingen, die zeggen, hier zeg gasten, hier ze. Dat referendum is vervalst, we gaan nog eens stemmen. Dat is toch fantastisch? Hè? Dat is toch fantastisch? Dat hem niet gaan werken of wat is het? Nee, hij gaat niet werken. Volgens definitieve telling, onder toezicht van deurwaarder De Waal, zijn er 586 mensen die terug willen beginnen werken en 596 die willen blijven vetstaken. Maar het comité vindt dat die 10 stemmen het verschil niet maken. En hij beslist om akkoord te gaan met die 8 frank loonsverhoging voor iedereen. De prim van 500 frank. En vanaf 1 januari volgend jaar gelijkschakeling met de andere fabrieken. De staking is gedaan. Dus... Mella, dat betekent vanaf morgen iedereen terug op het werk. Niks van. Overmorgen. Het comité beslist overmorgen. Morgen gaan we vieren. Marxistisch-Leninistisch statement kunnen maken. Nee. Jij speelt voor chauffeur van die mannen en je zwicht. Dat wel een luk. Sorry dat ik het zeg, Jan. Eigenlijk, in mijn ogen, zeg je eigenlijk zelf een referenist. Sorry, hè. Nou ja. Toen de pizza al was als Willy, hè, dat zat hem al in het verzet. En is al snap uit een Duits concentratiekamp. Maar we willen die hier komen leren. Ik merk Marxistisch-Leninistisch met alles. Dat toch kennen wij. Ik kom hier op een kinderkant weer niet. Thank you.
C'est vive le peuple, c'est Mao. Germaine? 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 Heb je het gehoord? Hey, die gasten die zijn... Het is gedaan. Ja, ik weet het. We hebben gewonnen. Zeg, hey. Het is uit tussen ons. Luc. Als ik nee met jou trouw, dan kom jij in die stinkfabriek terecht. En dan eindigen we alleen in de cité. Kun je dat voorstellen? Jij met jouw neus boven de nasiet. Ik elke week één keer naar een Tupperware-party. Of naar de coiffeur. Onze pa die altijd in de weg zit. Niet goed, hè? Ja, maar Germaine, je bent in verwachting van mij. Dat kind dat moet een vader hebben. Dat kind dat geen vader. En dat zal niks tekort komen. En zo rap als je vader afgestudeerd is, dan zal ik met hem trouwen. Maar eerder niet. Sorry. Mijn Siri heb jij niet meer graag dan. Sire. En daarmee is de staking bij Vieille Montagne te Balen eindelijk afgelopen. Ik schrijf maar om te zeggen dat, voor het geval dat je ons op het laatste ogenblik toch nog financieel zou willen steunen, het niet meer nodig is. Onze vader klapt niet meer van naar Oostende te gaan wonen bij mijn zuster. Hij zou wel zot zijn. En er is plaats genoeg voor hem in onze woning. Ons Germaine gaat een kind kopen. Maar ze wil voorlopig niet trouwen met de kleine zijn vader. Die jongen gaat nu terug naar Leuven voor advocaat. Ik ben eens curieus. En ons Clara, die is precies 10 jaar jonger geworden. Weet je wat, Sire? We stellen het hier allemaal goed in Balenwezel. En ik hoop van u hetzelfde. Doe de groeten aan de koningin en aan uw ministers. Vooral die van arbeid. Zeg hem maar tot de volgende ronde. Hij zal wel weten wat ik wil zeggen. Groeten uit Balen. You don't.